Goeiedag, we staan hier op een maïsperceel en zoals u kunt zien heeft hier vorig jaar maïs gestaan. Snijmaïs, waar dus een nazaai van een vanggewas is gezaaid. En we zitten nu eind maart en over 3,5, 4 weken zijn de eerste maïs aan het zaaien. En we zien hier nog een vanggewas staan, dus ik wil u oproepen tot snel in actie te komen. Dit vanggewas moet zo snel mogelijk gescheurd worden. En na die natte periode is het nu al een enkele weken droog. Dus alle percelen zijn wel bereidbaar. Daarom zou ik zeggen, ga dit vanggewas stilzetten. En om dit vanggewas straks mee te laten helpen in de volgende maïsteelt, als hier maïs komt, wordt het dus echt wel tijd om dit vanggewas te vernietigen. Want het duurt toch een kleine 2 maanden voor dit vanggewas eigenlijk als nutriënten toekomt aan de volgende maïsteelt. Mocht u nou toch bang zijn voor een stukje indroging, dan zou ik u willen vragen om iets ondieper een bewerking doet. Bijvoorbeeld met een schijvenegg waar je 3 tot 5 centimeter diepte die pure vanggewas gaat scheuren. Zodat die kan indrogen, dat die eigenlijk stil komt te liggen. Dus let op, eind maart, over een maandje zijn we aan het zaaien. Dus stap op die trekker en ga aan de slag. Succes! Vraag, heeft u uw berekening al gemaakt? Nu zou u zeggen, berekening, ja, we staan hier op een maïsveld en er heeft vorig jaar maïs gestaan. En dat willen we dit jaar weer gaan doen. Dan zou ik wel willen weten, in mijn berekening, wat levert mijn bodem? Is de bodem gezond met een goede pH, een goede CEC? En wat levert die dan aan nutriënten? Mijn vanggewas, dat staat er nu wel, maar dan gaan we vernietigen. Wat zou die bijdragen aan stikstofleverend vermogen en andere elementen? Dan gaan we nog rundveedrijpmest uitrijden. Wat zit daarin? NPK en andere elementen. Die bij elkaar opgeteld is een stukje bijdrage naar de volgende teelt. Want als ik 19 ton droge stof heb met 70 ruw eiwit, dan heb ik al gauw een 212 kilo stikstof vastgelegd in dat gewas. 212 kilo stikstof min de bodem, min het vanggewas, min het rundveedrijfmestverhaal. Ja, dan weet ik hoeveel kunstmest ik eventueel nog in de rij of hoeveel moet bijstrooien. Dus succes met uw berekening.